Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van Oh Ja Joh! Waarin we die vraag maandelijks stevast beantwoorden met ja. De oliebollen staan weer bij het vuilnis. En de prikjes van de kinderbubbels. De Nederlandse straten kleuren weer vuurwerk, afval, rood. Welkom in 2014 en welkom dus bij de hashtag eerste aflevering. In dit korte, krachtige en briljant gefabriceerde programma maandelijks een aantal terugkerende onderdelen. Te beginnen met Witte Geit. Vraag je dat aan mij? Dat zou jij toch doen? Dat onderdeel heet Witte Geit. Oh. Ja, we gaan hier natuurlijk niet zitten geiten, maar Witte Geit is bedoeld om u... Niet? Niet geiten? Sam. Ik had mijn geluidje meegenomen. Hier, luister. Mag ik, Sam? Dankjewel. Is bedoeld om jouw aparte, boeiende of bijzondere berichten in de schoenen te schuiven. Met deze maand niet zuipen, maar zwemmen. Ja, 2014 is het jaar dat 16- en 17-jarigen ineens niet meer mogen drinken. Het gaat hier om het openbaar hebben en het kopen van alcohol. Burgemeester Gert de Kok vertelde in Gemeente Actueel van november dat de gemeente Drimmelen met de regio gaat samenwerken om deze nieuwe wet te gaan controleren. In Breda gooien onder andere de cafés Jansen en Oranje de leeftijd naar 18. Bij bijvoorbeeld Bash zijn de 18-minners nog steeds welkom. Maar dat kan allemaal ondertussen ook alweer veranderd zijn. Om alsnog te kunnen feesten of drinken, zijn wat oplossingen bedacht. Een aantal cafés gaat voortaan op standje alcoholvrij. Onder andere in Den Bosch. We zijn wel benieuwd of dit de terugkomst van Bukkelabier is of het einde van deze cafés. Nou, een kroegje beginnen. Als die een café begint, binnen een uur is de hele bar aan de Bukkeler. Absoluut. Bukkeler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk suipen, idioot, hè? Ja, suip dan niet, idioot. Bukkelaardrinkers. Maar goed, ander verhaal. De Nixpress gaat jongeren vanuit Brabant naar België en terugbrengen. Want bij onze zuidenburen mag je voorlopig nog gewoon drinken. En de Randoet en het Puzzelbad blijven voorlopig open. Na 41 jaar sportfondsen Drimmelen gaat Optisport de baden van onze gemeente tot 2018 beheren. Optisport beheert op dit moment onder andere de ijsbaan en zwembad Sonsbeek, beide in Breda. Vrienden van het Puzzelbad meldt op haar Facebookpagina dat ze verwachten dat we niet veel zullen gaan merken van deze nieuwe eigenaar. En dan ben ik nu al benieuwd wat onze journalieke te melden heeft. Welkom in 2014. Ik hoop dat jij net zoveel zin hebt in het nieuwe jaar als ik. De oudejaarsconferences zijn inmiddels allemaal op tv geweest. En daarom is het nu tijd om vooruit te blikken. Wat staat er dit jaar allemaal te gebeuren? Het wordt in ieder geval weer een echt sportjaar met een Olympische Winterspelen en het WK voetbal in Brazilië. Maar niet alleen de sporters zijn zich druk aan het klaarmaken. Mart Smeets is alvast zijn mooiste trui aan het strijken. Johan Derksen ontdoet zijn snor van de poedersuiker. En René van der Gijp hangt weer een nieuwe moppenkalender in zijn wc. En een nieuw jaar begint natuurlijk ook met goede voornemens. Persoonlijk heb ik me erg verbaasd over het voornemen van de NS. De Nederlandse spoorwegen gaan namelijk extra aandacht besteden aan de veiligheid op de stations. Jongeren zouden tijdens het wachten vaak dingen kapot maken. Ik vind het een goed idee van de NS. Veiligheid gaat voor alles. Maar persoonlijk denk ik dat ik een beter idee heb. Als de NS nu eens gaat investeren in op tijd rijden, dan hoeven jongeren niet zo lang te wachten en hebben ze dus ook geen reden om dingen te slopen. En voor de gemeente Drimmelen wordt het ook een goed jaar. De zwembaden blijven open en Harry Bakker blijft sowieso de grootste lijsttrekker. Wat de verkiezingsuitslag ook mag zijn. En jij? Jij kunt iedere maand kijken naar een gloednieuwe uitzending van... Oh ja joh! Precies. Dankjewel, Journalieke. Wat zal dat weer puik in elkaar, zeg. Zeg, Sam. Ja, wat vind je van het idee als we voortaan maandelijks zeg maar een soort van meer de hort op gaan? Oh my gee. Wie gebruikt het woord hort nog, Corwin? Dit is een jongerenprogramma. Sam, dit was bedoeld als een van de slechtste bruggetjes tot dusver naar ons volgende item. Oh. Wat is er zoal te doen in onze gemeente? Januari en februari vormen ook dit jaar weer het Tompraatseizoen.
Deze cabaret-traditie voor carnaval is ook wel bekend als Sauwelen. Zo is het Brabant Stompratersfestival op 12 januari in de Meiboom. Kaarten zijn voor €7,50 te koop bij de Meiboom. Onder andere Ad Vermeulen, die het Keienbijters kletstoernooi won, zal komen praten. Hashtag lachen. 17 januari organiseren burgerraadsleden Arjen van Drunen en Tim Simons een politiek jongerencafé. Om 8 uur 's avonds openen de deuren van deze avond van gezelligheid en discussie over dingen die jongeren bezighouden. Het zal onder andere gaan over de verhoging van de alcoholgrens en er komen speciale gasten. Het Politiek Jongerencafé is 17 januari in Hotel de Korenbeurs in Maden. Voor de aankomende verkiezingen zijn Arjen en Tim verkiesbaar. Tim staat 4e bij de VVD en Arjen staat op 3 bij de PvdA. Ze zijn nu burgerraadslid. Een burgerraadslid is iemand die de mensen van de partij die echt in de raad zitten ondersteunt. Corwin interviewt ze. Tim en Arjen, waarom zijn jullie burgerraadslid? We hadden natuurlijk les op de middelbare school over maatschappijleer. En daar kom je hele grote problemen tegen, global warming, oorlogen, dat soort dingen. En dan voel je je eigenlijk heel erg klein. En denk je, wat kan ik nou gaan doen om deze wereld te verbeteren? En dan kom je heel snel bij de gemeentepolitiek uit. Daarvoor ben ik ook de politiek ingegaan. Wat leeft er dan zoal onder jongeren? Ik denk het belangrijkste is, zeker in deze tijd, crisis, veel werkloosheid, jeugdwerkloosheid is heel hoog. We zetten ons in om in ieder geval dat de jongeren een baan kunnen vinden. En daarnaast verenigingen, die bestaan vanuit veel jongeren. Jongeren betrekken bij verenigingen. Dat vinden we ook heel belangrijk. En dat betekent ook, als je jongeren wilt houden in je gemeente, dat je ook moet zorgen dat daar genoeg faciliteiten voor zijn voor jongeren. Dat is niet alleen cafés, maar ook verenigingsleven actueel houden. Veel evenementen organiseren, draagt allemaal bij aan de leefbaarheid. Mail ons, bel ons, alle ideeën zijn welkom en wij gaan mee aan de slag in de gemeentepolitiek. Dus we hopen niet alleen in de gemeente iets te veranderen, maar als je een idee hebt, dan kunnen we ook met jouw idee aan de slag. Dat Politiek Jongerencafé, wat jullie deze maand gaan organiseren, wat houdt het in? Politiek Jongerencafé is een café met kamerleden, met andere politici uit de buurt, met de burgemeester, maar ook vooral met jullie zelf. Jongeren, hopelijk komen die ook. En dan ga in debat, maar zeg wat je wil zeggen tegen deze kamerleden, onder andere over de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18. Wat wij vooral willen aantonen bij jongeren is dat ze zelf veel meer kunnen en kunnen bereiken dan ze zelf vaak denken. Je kunt met die alcoholverhoging van die leeftijd, dat is nu ingegaan een paar weken. En ja, je kan op de bank zitten kniezen over hoe vervelend het allemaal is, maar je kan ook je eigen bijdrage leveren aan hoe gaan we dat dan oplossen, wat moeten we gaan doen om het voor jongeren nog wel leuk te maken om uit te gaan. En ja, die proberen we echt bij te halen. Om het nog extra aantrekkelijk te maken, mogen we toch de primeur geven nu dat de Brabo-neger ons komt vergezellen met het relativeren van de onderwerpen. Onder het genot van een biertje of een ander drankje, als je geen 18 bent, wees welkom. Kom ook. Ja, meester. Als jij op een brug hangt op rijden, dan zie je aan de ene kant zie je een bordje staan mee, hier in de veurhang. Aan de andere kant staat er als goed is een bord mee, hier in de geen veurhang. Ken je simpel, hè? Nou, ik reed last over een brug, halverwege, lekker platen, weet je wel, een beetje Run DMC op zo, heerlijk zo. Halverwege kom ik ineens een nauw vent tegen, ik denk, hè, wat is dit nou? Gelijk muziek afgezet, ik mijn handje omhoog, zo van, hé, hey, wat gebeurt er hier? Hij vraagt zo, rampje naar beneden, hij zo tegen mij van, hé, sorry, maar ik kan niet zo goed achteruit rijden. Kunt u alsjeblieft achteruit rijden? Ik zeg, nee, ik kan niet achteruit rijden, want ik heb veurhang. Zie je toch aan die kant, gaat toch geen veurhang? Zag men toch komen? Of zie ik zo zwart in mijn wagen? Nee, zo zwart zie ik niet op, dus ik kom me gewoon zien. Op een gegeven moment hij zo, ja, alsjeblieft, hij smeken, jongen, smeken. Ik zeg, weet wat wij gaan doen? Vroeger had ik al geen veurhang, met die slavernij. Toen mochten wij helemaal niks. Ik mocht niet eens veur in de bus zitten. En nu mag ik een wagen besturen en heb ik veurhang. En dan ga de rij tegen me zeggen dat ik naar achteren moet. Wat ik rij kan doen, gewoon schuiven met je man. Met dit interview zijn we helaas aan het einde gekomen van de allereerste... Hallo, mijn naam is Rick en dat is Rijn. Nog even. Rick en Rijn? Je bent Corwin, toch? Wat doe je met die bril? Nee. Ik ben Rijn en jij bent Rick. Het zijn typetjes. Volgende item. Ja. Nou, start maar in dan. Ja, hallo. Wij zijn dus Rick en Rijn. Neemt dit echt, Corwin? Ja. Oké, vooruit dan maar. Wij laten jou elke maand leuke plaatjes... We laten jou elke maand leuke plaatjes en pics zien. Ja, en leuke vines. Kleine rotfilmpjes. En daar beginnen we dus mee. We hebben 2 filmpjes en die moeten minstens 2 keer achter elkaar. Anders zijn ze sowieso niet grappig. De eerste heet opstaan als eindbaas naar een supermarkt van. Ja, en we hebben er nog één te melden.
Ja. De melkrace. Kijk, leuk toch? En dan nu de foto's. Die doe jij toch? Ja. Daminde. Ja, over Daminde, ja. Onze hond, niet dat we samen wonen, maar die hond die wisselt elke week van huis. En als hij bij mij is, ja, dan blijft alles wat je op zijn kop zet, blijft staan. Hier, Daminde mijn doos. Ja, maar dat ken iedereen. Ja, maar hier heeft hij 4 donuts op zijn kop. Ah, oh, Daminde. Heb je bijna meest 4 donuts op zijn kop gezet? Ja, bij Daminde, ja. Nou, ja, tot de volgende keer. Ja, doei. En daarmee zijn we dan nu echt aan het einde gekomen van de allereerste Oh Ja Joh. Ja. Heb jij ons iets te vragen of te vertellen? Laat het ons dan eventjes weten via Facebook. Dat doe je via facebook.com/OhJaJoTV of via @OhJaJo op Twitter. Het was ons een waar genoegen. En wij hopen dat jullie de volgende keer... Een eerste aflevering staat in de mediawetenschap bekend als de pilot. Mocht u klachten hebben over deze pilot, stuur dan een tweet naar @OhJaJo, een mailtje naar ohjajotv@gmail.com, stuur naar vergunning aanvragen rooksjaal of bereik ons met een postduif. Tijdens het maken van deze aflevering zijn geen geiten, apen of straatzenen mishandeld. Tot de volgende keer. Ja, kan ik gewoon nu beginnen? Wat vonden jullie ervan? Ik vond het prima. Ja. De randel. Want bij onze zuidenbieren. Zuidenbieren. 41 jaar Sportfonds en Drimmelen gaat Optisport, de baden van onze gemeente, tot 2014 beheren. 18. Ja, dat bedoel ik.